Okay, now I'm going to tell you a story. Okay, nu zal ik je een verhaal vertellen. Are you going to listen? Ga je luisteren? Have you seen little mice? Heb je wel eens kleine muizen gezien? We have a lot of them in India. In India hebben we heel veel kleine muizen. And there was a family of mice that lived under a tree. En er was dus een familie van muizen die woonde onder een boom. And they lived near a house. En ze woonden dicht in de buurt van een huis. And the mother mouse told the little mice. En de moedermuis zei tegen de kleine muisjes: "Don't ever go to that house." Ga nooit naar dat huis toe. Because they've got a rat trap. Want ze hebben daar een muizenval. Have you seen a rat trap? Heb je wel eens een muizenval gezien? It's a little box with a spring. Een soort klein doosje met een veer. I don't know how you have it here. This is how we have it in India. Ik weet niet hoe die muizenvallen bij jullie zijn, maar in India. It's a little box. Een klein doosje. With some bars so that you can see inside. Wooden box. Met een soort tralie eromheen, dan kun je zien wat erin gebeurt. And there's a little spring there. En daar zit daar een kleine veer in. And at the end of the spring you put a little food. En je kunt daar in de buurt van die veer een beetje eten stoppen. Cheese or something like that which mice like. Kaas of zoiets, iets wat muizen lekker vinden. So as soon as the mouse comes and eats that cheese. En zodra dan die muis binnenkomt en dat kaasje gaat eten. The spring will be released. Dan laat die veer in één keer los. And the door will shut. En de deur gaat dicht. And the mouse is trapped inside. En dan zit de muis daar binnen gevangen. And when you hear the sound you're going, oh, the mouse is gone, then you take it in. En wanneer dan de mensen het geluid horen dan weten ze, oh, er zit een muis in, dan haal je die muis eruit en And there are different things that people do with it. En dan worden vervolgens verschillende dingen met die muis gedaan. I think in some countries they eat it. In sommige landen eten ze die muis dan op. But we don't eat it in India. Wij in India eten de muis and niet some op. Some kind people will take it in their car to a forest and release it there. En er zijn ook een paar lieve mensen die nemen mee in de auto naar het bos en laten hem los. Most people in India don't have cars. Maar de meeste mensen hebben geen auto's in India. So they put it in a bucket of water and kill it. En dus stoppen ze hem in een emmer met water en doden hem. So that it doesn't come back again. Zodat hij niet meer terugkomt. So the mother mouse told these little mice, "Don't go to that house. They've got dus die moedermuis die zei tegen haar kleine muisjes, ga niet dat huis binnen. But like some of your children, maar zoals sommige van jullie kinderen, this mouse decided to disobey. Besloot een van die muisjes so om ongehoorzaam te zijn. One day when the mother daddy were not watching, op een dag toen moedermuis en papa muis niet keken, this little mouse went into the house. Ging die kleine muis dat huis in. Came there. Kwam daar. And there was a man there. En er was daar een man. And he smiled at the mouse. En die man die glimlachte naar die muis. And the mouse came running back to the house. En de muis ging snel terug. And said, "Mommy." En zei mama. "That's not a bad man. Het is geen slechte man. He's a very nice man. Het is een hele lieve man. He saw me and he smiled at me." Hij zag mij en hij glimlachte naar me. Oh, the mommy said, "Be careful. They smile at you, but they want to catch you." Oh, mama zei, ja, wees voorzichtig. Ze glimlachen wel, maar ze willen je vangen. So the next day, de volgende dag, when the mommy was not watching, toen de moeder niet keek, the mouse again went to the house. Ging de kleine muis weer naar het huis. And this time the man was not there. En dit keer was die man er niet. There was this little box. Maar er was zo'n klein doosje. With food inside. Met voedsel daarin. And the mouse thought. En de muis dacht. Oh, this kind man has put some food for me today. Oh, die lieve man heeft vandaag wat voedsel voor mij achtergelaten. And he's made a little room for me to go inside and eat food. En hij heeft een klein kamertje voor mij gemaakt zodat ik daar lekker mijn eten so kan it eten. So went inside this nice piece of cheese there. Dus hij ging daar naar binnen en hij zag dat stukje kaas. Those mice couldn't get cheese in where they were staying. Want daar onder die boom daar was geen kaas. It went inside. Dus hij ging naar binnen. Bit the cheese. En hij nam dat kaasje. And bang, the door shut behind it. En plots sloot de deur of that rat trap. Van die muizenval. Oh, oei. Oh, this man does not want me to be disturbed, so he's quiet. Shut the door so I can eat peacefully. Oh, deze man wil niet dat ik onrustig ben terwijl ik het eten opeet. Dus hij heeft de deur dicht gedaan zodat ik niet gestoord word. It's so such a nice man. Het is zo'n lieve man. He wants me to eat peacefully without being disturbed. Hij wil dat ik rustig kan eten zonder gestoord te worden. And after some time. En na enige tijd. The man came. Kwam de man. And he looked at the mouse. En die keek naar de muis. And smiled at it. En glimlachte weer. The mouse smiled back. En de muis glimlachte terug. So what a nice man he is. Wat een lieve man is hij. And the man picked up this rat trap. En de man pakte de muis wel op. And went through the rooms. Ging door de kamers heen. And the mouse said, "What a nice man. He's showing me the whole house." En de muis zei, wat een lieve man. Hij geeft mij een rondleiding door zijn hele huis. And then he took him outside. En toen nam hij mee naar buiten. And there was a bucket of water. En er was daar een emmer water. The mouse thought he's going to bathe him. En de muis dacht dat hij in bad gedaan werd. En weg was de muis. Dead. Dood. What's the lesson you learned from that story? En wat is de les die jij kunt leren van dit verhaal?
When your mommy and daddy tell you something, als jouw papa en mama jou iets zeggen, be careful of those people. Wees voorzichtig voor die be mensen. Be careful about those bad friends in wees school. Voorzichtig voor die slechte vrienden die je hebt. Be careful about Satan. Wees voorzichtig be met careful Satan. About people who lead you astray from God's word. Wees voorzichtig voor mensen die jou weg willen leiden van Gods woord. They may give you something that looks so nice and sweet. Ze geven je misschien iets wat er zo lekker uitziet, zo zoet. You know, in the world today they give bad drugs to young children. Weet je, in de wereld vandaag de dag geven ze drugs aan jonge kinderen. And it tastes very nice. En dat smaakt heel goed. Because they mix it up with sugar and all that. Of alle chemicaliën in het voedsel. It traps young children and their lives are destroyed. Soms zit er chemicaliën in het voedsel en het is lekker, 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 maar op een gegeven moment kun je er niet meer van loskomen. So your parents will tell you, don't ever take even a sweet or a candy from strangers. En soms, als mensen drugs in snoepjes stoppen, dan zeggen je ouders, neem geen snoep aan van vreemden. See, in India, there are so many poor children. Weet je, in India heb je zoveel arme mensen. That are kidnapped by people. Die worden ontvoerd door mensen. That means one of them will come to the school. Dat wil zeggen, er komt iemand naar school toe. And say to the child. Die zegt tegen het kind. Your daddy is waiting over there. Jouw papa wacht daar op je. He's asked me to come and take you there. Hij heeft me gevraagd om jou mee te nemen. And we have to tell our children. En wij moeten onze kinderen leren. Never, never go with a stranger. Ga nooit mee met vreemden. These are because little children are simple. They think these are nice people. Want kleine kinderen zijn simpel. Ze denken dat iedereen aardig is. We have to tell our children, don't eat these sweets and candies that people give you. En we moeten zeggen tegen onze kinderen, neem geen snoepjes aan van vreemden. Remember the story of the mousetrap. Onthoud het verhaal van de muizenval. That there are evil people in the world. Er zijn kwaadaardige mensen in de wereld. And plenty of them today. En vandaag de dag heel veel. Who want to take you away from Jesus. Die jou weg willen nemen van Jezus. Spoil your life. Jouw leven willen verpesten. Give you some bad habit where you will, your mind will be destroyed, your body will be destroyed. Ervoor willen zorgen dat jij een of andere slechte gewoonte aanleert waardoor je verstand en je lichaam kapot gaan. And as you grow up. En naarmate je opgroeit. Boys and girls. Jongens en meisjes. Your mommy and daddy will say, be careful to, don't get too close to, if you're a boy, don't get too close to a girl. Dan zeg je ouders op een gegeven moment, wees voorzichtig dat je niet te hecht in relatie raakt met een andere meid, you know, of met een jongen. By the time you're 13, 14 years old, you're attracted to als jij 13 of 14 jaar oud begint te worden, dan voel je aangetrokken tot het andere geslacht. That's natural. Dat is natuurlijk. But you got to be careful. Maar je moet voorzichtig because zijn. There are many dangers that you don't understand when you're 13, 14 years old. Want er zijn heel veel gevaren die jij niet begrijpt als je 13 of 14 jaar oud bent. That's why your parents are there to protect you. En daarom zijn jouw ouders daar om jou te beschermen. And you must not do what all the other children do in school. En je moet niet doen wat al die andere kinderen op school doen. They get so friendly, they go out together and they fall into sin. Ze worden op een gegeven moment verliefd en dan gaan ze samen uit en op een gegeven moment vallen ze in zonde. That poor innocent girl has ruined her whole life. En dat arme meisje, dat heeft haar hele leven verpest. In 5 minutes. In 5 minuten tijd. Whole life. Haar hele leven verpest. Remember the story of the mousetrap. Onthoud het verhaal van de muizenval. When your